Vandaag een bijzonder gesprek over het slavernijverleden. Daar wordt de laatste tijd veel in Den Haag over gesproken. Maar toch niet per se met deze groep. Terwijl ze wel tot een behoorlijk interessant inkijkje... voor een behoorlijk interessant inkijkje kunnen zorgen. Het zijn namelijk kinderen. Premier Rutte en minister Bruinslot die gaan hoogst persoonlijk... met deze groep kinderen in gesprek vandaag. Ze bespreken met de jonge generatie de zwarte kant van onze geschiedenis... en de lessen die we daaruit moeten trekken. Het is een van de acties... in de aanloop naar aanstaande zaterdag, Kitty Kotti. Op 1 juli herdenken we de slachtoffers van het slavernijverleden... en vieren we de afschaffing daarvan. Dat het kabinet met kinderen in gesprek gaat, dat komt niet uit de lucht vallen. Uit onderzoek van de kindercorrespondent blijkt namelijk... dat de helft van de kinderen zich schaamt voor het slavernijverleden. Een goed gesprek is dus nodig. Dat vindt de initiatiefnemer van die kindercorrespondent... oud-jeugdjournaalpresentator Taco Rietveld. Wat opvalt is dat kinderen in Nederland het onderwerp slavernijverleden heel erg belangrijk vinden. Dat ze er graag meer over willen weten. En ook dat 14% van de kinderen, dus eigenlijk 1 op de 7, heeft geen idee dat Nederland ooit met slavernij te maken heeft gehad. Kinderen gaan ook tips geven aan de minister-president en aan de minister van Binnenlandse Zaken. Want ja, ze kijken natuurlijk echt op een andere manier naar de wereld. En ze zeggen zelf ook van joh, dit is zo'n belangrijk onderwerp waar wij ook onze eigen mening over hebben. Ja, er wordt zo vaak over kinderen en jongeren gepraat en veel te weinig met ze. En ook over dit onderwerp dat je denkt, joh, er zijn zoveel lespakketten, er gebeurt zoveel voor de jeugd. Maar niemand heeft nog geluisterd hoe ze er nou echt zelf over nadenken. Ja. Je zat te knikken tijdens het hele verhaal. Ja, ik vind het een heel sympathiek initiatief. Ik denk dat het altijd heel goed is om geschiedenis te bespreken, ook met kinderen. Dat we kunnen leren van het verleden en dat er ook een gesprek met elkaar plaatsvindt van hoe kijken we daar nu tegenaan. En het kabinet kan daar wellicht nog nuttige inzichten uithalen. Is dat zo? Ja, want anders zou het kabinet het ook niet doen. En het is gewoon, kijk, dit vraagstuk gaat over generaties heen, dus heeft ook impact op volgende generaties. En precies wat in het filmpje werd gezegd, het is van belang om niet alleen over kinderen, maar ook met kinderen te praten.